Hoi, ik ben Kasper. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe YouTube-video. En vandaag gaan we het hebben over het investeren in auto's. Ja, ik heb een tijdje terug een Q&A opgenomen. En dat was heel leuk. En ik kreeg heel veel vragen toen. Maar ook in de tijd daarna kreeg ik nog veel vragen. En veel van die vragen ging over het investeren in auto's. En wat nou als ik wat geld over heb? Waar kan ik dat het beste instoppen? Wat voor auto moet ik kopen die misschien ook nog een beetje geld waard wordt de komende jaren? Daar kan ik mijn persoonlijke mening over geven, natuurlijk. Dat doe ik ook graag. Maar los daarvan was het ook een goed idee, vond ik, om daar met iemand over te praten die daar dagelijks in zit. Dus ik ben op bezoek geweest bij Jeroen Gillis van Vehicle. En hij is intermediair in de verzamelaarsauto'swereld. Dus niet helemaal een correct Nederlandse uitdrukking, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ja, ik dacht dat Jeroen wel een goed geluid zou zijn om te laten horen als het om dit soort dingen gaat. Dus ik ben bij hem langs geweest. We hebben lang gepraat. Uiteindelijk zo lang dat ik het nodig vond om er twee video's van te maken. Dus ik heb twee video's voor jullie klaar. Dit is deel 1. En deel 2 post ik begin volgende week. Maar dan weet je dat vast. Het is dus in twee stukken opgeknipt. Dus er komt straks een beetje een abrupt einde. En dan, nou ja, goed. Hè? Je gaat het allemaal vanzelf zien. Wat ook nog even belangrijk is om te melden, deze video heb ik opgenomen een paar weken geleden, 2 weken geleden ongeveer. En door drukte was ik er nog niet toe gekomen om hem te monteren, maar dat heb ik nu wel gedaan. En het is even goed om in je achterhoofd te houden dat er toen andere regels golden en dat er een andere situatie nog was in Nederland ook, omdat we andere lockdown regels hadden. En natuurlijk sinds afgelopen maandag is dat allemaal weer wat heftiger geworden, of afgelopen dinsdag. Dus ja, dat heeft misschien wat invloed op wat er gebeurt in de markt. Alhoewel, als ik dan weer de logica van Jeroen aanhoud, dan valt dat allemaal wel mee. Dus, nou ja, goed. We gaan het zien. Daar kunnen we het over een tijdje weer over hebben. Maar in ieder geval, voor nu, ja, ik denk het goed om gewoon naar het gesprek te gaan kijken wat ik met Jeroen heb gehad. Dus daar gaan we. Leuk, Jeroen. Ja. Leuk je weer even te zien, man. Goedemorgen, kerel. Dit is Jeroen. Jeroen Gillis, Vehicle. Ik kan je wel voorstellen, maar je kan het zelf beter denken. Wat doe je, denk ik? Waar zitten we? Nou, mag ik refereren aan onze ontmoeting? Tuurlijk. Ja? Ja. Mijn auto, Autoblog. Way back. 2 jaar geleden, daar is de liefde ontstaan. Ja. Op het moment dat jij met mij in de auto zat, of ik met jou. Julia Q. Lekker. Julia Q rijdt er gewoon, hè? Nog steeds? Ja, nog steeds. Oh. Mijn grote liefde. Ja. Uit Duitsland, oh nee, Italië. Ja. Eigenlijk op dat moment was ik bezig om Vehicle, Epic Sportscars, op te richten. Ja. En dat is nu ook mijn dagelijks bestaan. Ja. Typisch verhaal van je hobby je werk maken. Super vet. Ja. Ja. Wat ik doe is, ik ben intermediair en ik breng liefhebbers samen. Ja. Dus dat is de bedoeling. Ja. Ik verkoop veel in opdracht. Dus hele mooie, bijzondere auto's, sportauto's met name. Worden ons in opdracht gegeven, in de verkoop gegeven. Ja. En daar zoeken we een nieuwe liefhebber voor. En we proberen de match te maken. Kijk aan. Automakelaar. Automakelaar. Het klinkt niet, hè? Het klinkt dan meteen weer zo. Nee. Ja. Maar heb je dan nog een bepaald segment waar je heel erg op richt? Of is het eigenlijk breed en kan iedereen die van 500 euro tot 5 miljoen bij je terecht? Of hoe moet ik dat zien? Nee, via het Pinda's. Van 500 euro doen we niet. Nee. 5 miljoen zou mooi zijn. Dan zeg je via Pinda's. Maar die pandaatjes en die 4x4's, jongen. Als je gaaf. Kijkt wat die, ja, en wat ze opbrengen tegenwoordig. Ja, bizar. Het beginnen echt collectors items te worden. Dat is echt, In Italië, om daar maar weer aan te refereren, kan je ze geloof ik nog redelijk kopen. Ja. Maar elders in de wereld is het schaars aan het worden. Hè? Vooral die 4x4's. Ja, gaaf. Ja, ja. Zeker. Nee, ik denk dat je een goede wil hier in Nederland. Maar ik denk dat je zo 10k moet meebrengen. Ja, echt. Daar komen we later nog op. Ja, daar komen we later op. Of niet. Of niet. Maar sorry, zeg maar. Oh, je bedoelt, is het een investering of niet? Ja, maar daar ga ik je zo even vragen over stellen. Dat is goed, dat is goed. Nee, ik zit in het hogere segment. Dus dat betekent sportauto's. Het begint een beetje rond de 40, 50 mil wat we hebben staan. Dat kan oplopen naar auto's van 1,5 ton of wat meer. Ferrari, Maserati, Aston Martin, maar zeker ook Porsche. Ja. Porsche, dat doet het op dit moment ook heel goed. Ja. Veel interesse in. Eigenlijk altijd wel. Eigenlijk altijd. Ja. Zeker ook wel in Nederland. Ja. Ik richt me op hedendaagse auto's. Dus laten we zeggen, youngtimer tot nu. Ja. Klassiekers, daar zit ik niet tot nauwelijks in. Okay. Maar daar volgt binnenkort een nieuwtje. Maar dat bewaar ik. Oh, je gaat me nu al gewoon vasthaken dat ik weer een keer terug moet komen. Precies. Hè? Ja, precies. Oké, okay, nou vooruit. Ja. Doe ik wel graag op zich. Maar eventjes heel kort, jullie hebben natuurlijk al de beeldjes gezien, maar er staan hier een 930 staat er, een oude 911 Turbo, eerste generatie 911 Turbo, een R8 V8. V8.
V10. V10. Handgeschakeld, heel goed. En een Aston Martin, ja, daar gaat het mij altijd een beetje mis, want die vind ik allemaal heel erg op elkaar lijken. Maar jij weet het natuurlijk wel, want het is je handschoen. Ja, Vantage V12S. Dus die staat helemaal bovenaan de Apenrots. Hele mooie auto. We onthullen straks, maar dat zien jullie niet in beeld, een hele mooie Alfa Romeo 156 GTA. Ah, dat staat onder het doek. Af en toe een uitstapje naar onder de 50 mil. Ja. Maar wel, ik ben zelf... begint voor jou een beetje bij 50 mil, begrijp ik hieruit? Grofweg. Oké. Okay. Ja, alleen als het een Alfa is of een hele mooie Porsche, dan begint het lager. Dan mag het lager beginnen. Ja, ik ben zelf Porsche Alfa man. Ja. Ja. Zelf Porsche Alfa man. Ja. Heb je alleen een Alfa of dan ook een Porsche? Nee, nee. Hey, ik heb een bijzondere Alfa uitgekozen, waar je net aan refereert. Een mooie Giulia, waar ik heel blij mee ben. En voor mijn werk kan ik gelukkig veel Porsche rijden. Ja, precies. Dus dat is prima zo. Ik ben een gelukkig man. Van jouw vak. Ja. 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 En van mijn vak trouwens ook. Ik wou net zeggen. Ja. Oké. Okay. Hey, reden dat we hier zijn vandaag. Ik heb een tijdje terug een Q&A gedaan. Daar kreeg ik heel veel vragen. Wat is je lievelingskleur? Heb je huisdieren? Dat soort dingen. Maar een van de thema's die vaak terugkwam, was het investeren in auto's. En dat is natuurlijk nu, denk ik, helemaal actueel. Voor de mensen die het over 3 jaar kijken, ik hoop dat de wereld nog bestaat. Maar het is COVID-19 en we zijn dik een half jaar onderweg. Mensen zitten thuis op de bank, hebben geld op de bank staan, krijgen geen rente meer of moeten zelfs rente betalen als ze te veel geld hebben. Dus willen die centjes graag stoppen in leuke spullen, heb ik het idee. Wat zijn nou dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat investeren in een auto? Wat zijn goede investeringsobjecten? Jij hebt daar ongetwijfeld meer kijk op dan ik, want jij bent daar dagelijks mee bezig. Ik heb er natuurlijk een mening over. Maar ik denk dat jij daar een hele goede kijk op hebt. En dat is ook de reden dat ik helemaal naar freaking Krukjes ben gereden. Want iedereen precies weet waar dat ligt natuurlijk. Heb ik al uitgelegd. Als je landt op Schiphol en het vliegtuig weet niet te remmen en schiet door de landingsbaan af, dan staan we jou in de showroom. Dat is een beetje het idee, toch? Mooi. Ja, nee, maar ik ben wel benieuwd naar jouw kijk op het investeren in auto's. Want ik denk dat daar best wat. Dat voor een heel aantal mensen nu heel relevant is. Laat ik dus met de lekker irritante vraag beginnen. Heb je gemerkt afgelopen half jaar dat het minder gaat? Dat je. Dat mensen hun centjes op de bank houden? Want ik heb het idee van niet. Nee. De mensen die ik spreek in mijn netwerk en bij autodealers en ook weet je, bij de Porsche dealer en zo zeggen ze we kunnen het eigenlijk niet aanslepen. Precies. Maar ik ben wel benieuwd. Nou, dat is natuurlijk de nieuwe markt. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ik merk hetzelfde. Ik merk precies hetzelfde. Dus nee, ik heb er geen last van. Sterker nog, ik vind het heel erg wat er gebeurt. Hè? Mensen die ziek worden, mensen die hun baan verliezen. Maar ik denk de cliëntelen die wij in ons netwerk hebben, die zijn juist inderdaad aan het uitgeven. Die zijn aan het kopen. Ja. Dus bij de eerste lockdown, om het zo maar te noemen, begin dit jaar, toen zagen wij een piek in de verkopen. Juist wel. Dus er werd wel geïnvesteerd in auto's. Okay. Ik zal straks ook proberen uit te leggen in welke auto's. Ja. Dat maakt het misschien interessant. Het is ook maar mijn referentiekader wat ik straks met je ga delen. Ja. En toen is er rondom de zomer, laat ik maar zo zeggen, is er wat stabilisatie geweest bij ons. Mensen gingen misschien weer reizen, mensen konden weer lekker naar het restaurant, mensen konden weer naar hun buitenhuis, et cetera. Ja. En eigenlijk bij de huidige semi-lockdown zagen we weer een piek ontstaan. Okay. Dus bij ons is het juist heel erg gekoppeld aan die lockdowns. En wat het beeld is wat ik heb, ik zeg steeds wij, omdat we samen een vehicle runnen, Lennart van den Hoek en ik, is dat je hebt al een aantal redenen aangedragen. Min rente, negatieve rente op je spaargeld boven een x-bedrag. Ja. Niet de dingen kunnen doen vanwege de lockdown die je graag wilt doen. Ja. En wij zien dat bijvoorbeeld schepen, mooie boten, campers, maar vooral ook mooie bijzondere sportauto's. Ja, daar is dus veel vraag naar. Sterker nog, dusdanig veel vraag naar dat wij het bijna niet konden bijbenen. En dat we dus net zoals een Porsche, Nederland, et cetera, het extreem druk hebben. Lekker. Dankjewel. En extreem druk moeten we ook weer niet groter maken dan het is. Vehicle is vrij compact qua omvang. Ja. Ik heb er echt voor gekozen om auto's in de verkoop te nemen die ik zelf zou willen rijden. Die ik zelf echt mooi vind, die ik voel, die ik begrijp, die ik tof vind. Dus wij hebben ongeveer zo'n 20 auto's te koop staan, average.
En ik denk dat we de laatste 2 maanden ongeveer 12 hebben verkocht. Nou, dat is voor ons heel veel. Daar ben ik heel gelukkig mee. Dan vind ik het leuk, behapbaar. Zijn auto's op dit moment investeringsobjecten? Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Je had in de vorige crisis, wat natuurlijk een hele andere crisis was, hè, de bankencrisis. Ja. Toen zag je ook dat auto's, goud, horloges, kunst, woep, dat schoot omhoog. Ja. Ook omdat er natuurlijk gewoon vastgoed was, onbetrouwbaar, et cetera, et cetera. Nu zijn er, spelen er andere spanningsvelden, maar ik heb met name nu het idee dat vastgoed is dan niet aan vragen. Hè? Dat is heel erg in waarde aan het vermeerderen. Ja. Maar vooral die negatieve rente, maar vooral ook de ongedurigheid bij mensen, of dat zeg ik negatief, de wens om te genieten, is heel erg groot, denk ik, op dit moment. Heel erg versterkt misschien ook door het hele COVID-verhaal. Precies. Ja. En je kan dan een auto of een mooie boot, daar kan je heerlijk van genieten als je daar het geld voor hebt. Zeker. Je kunt daar veilig van genieten. Ja. Je kunt de wijde wereld intrekken. Je kunt die jeugddroom verwezenlijken. Dus volgens mij wat er gaande is, is dat mensen genieten koppelen aan, ik heb wat centen op de bank, ik ga dat nu doen. Ja. En daar komt een derde element bij, maar dat is mijn gevoel. Ja. Ik verkoop heel veel handgeschakelde auto's. Ja. En alles is, bijna alles is brandstof aangedreven. Zijn petrol engines. Ja. Waaronder veel atmosferische blokken. Okay. We verkopen veel echte auto's, rijdersauto's. Handgeschakeld, hydraulische besturing, atmosferisch blok erin. Liefhebberspul. Mensen gaan dus echt op zoek naar het plezier, heb jij het idee? Ja. Ja, want het elektrische rijden en de waterstofrijden komt er ook aan of is er al. Ja. Ik heb het idee is dat voor de liefhebbers ook al, of voor de investeerders ook al? Is dat, ik check ondertussen af en toe even of de opname goed blijft gaan natuurlijk, hè, jongens. Want ik wil wel dat jullie het allemaal goed kunnen blijven zien en horen, maar het gaat goed. Maar heb je het idee dat mensen die investeren in auto's ook al met elektrisch bezig zijn? Ik kan me voorstellen dat je nu, als je een Tesla, zo'n eerste model Tesla Roadster kan kopen, zo'n verbouwde Lotus, dat misschien nu een beetje in waarde begint toe te nemen, maar verder... Ik bedoel het andersom eigenlijk. Wat ik ermee bedoel is dat, er was laatst was een klant en die heeft een 997... Carrera S handgeschakeld gekocht. Ja. En die kwam de dag nadat hij een nachtmerrie had gehad, s'nachts. Die werd balend in het zweet wakker. Mijn god, als ik nu niet mijn droomauto koop, dan moet ik straks elektrisch rijden. Ja, je bedoelt dat elektrisch een beetje de druk erop legt. Oké, als ik nog wil genieten, dan kan ik het maar beter nu doen voordat de wereld helemaal op de kop gaat. Ja. Ja. Gecompleteerd met nieuwsberichten over in 2030 of 35 mogen er geen brandstofauto's meer rondrijden, et cetera. Ja. Misschien werkt het psychisch wel mee. In 1980 zeiden ze ook dat we in 2000 alleen nog maar vliegende auto's zouden hebben. Dus ik ben daar nog steeds sceptisch over. Ja. Ja, goed, dat gaan we zien. Maar psychologisch kan het meewerken. Ja, nee, tuurlijk. Dat is wat ik ermee bedoel. Tuurlijk, dat is absoluut waar. Ja, ik voorzie wel dat het lastiger wordt om auto's met verbrandingsmotoren te rijden, met name in stedelijke gebieden. Ik denk dat daar ga je op een gegeven moment tegen beperkingen aanlopen. En het zou me niks verbazen als we op een gegeven moment zeggen van nou, die A2 van Amsterdam naar Utrecht, daar zijn 2 banen vanaf nu gereserveerd Precies. voor elektrisch. Ik noem maar wat. Precies. Dat soort geintjes gaan we wel naartoe. Precies. Hoop en denk dat het nog wel even duurt voordat we echt niet meer met verbrandingsmotoren mogen rijden. Maar ja, tegelijkertijd snap ik wel wat je zegt. Ik kan me voorstellen dat mensen wel voorzichtig zijn en denken van nou, als dat maar goed gaat. Ja. Ja, oké. Goed, dus jij hebt het zeker niet slecht op dit moment, zeg maar. Je hebt genoeg werk. Porsche doet het dus goed. Ferrari, is dat, zit dat ook minder in je eigen... Ja, het zit wat minder in de portefeuille. Ja. Het is toch een andere doelgroep, lijkt dat te zijn. Mijn gevoel is eigenlijk, als we overstappen naar wat loopt dan goed en wat zijn dan mogelijk investeringsobjecten, ja, dan is toch Porsche wel een van de merken die het onwijs goed doet. Wat denk jij dat nu goede investeringen zijn? Want die Porsche is dus, nou, dat staat eigenlijk een beetje buiten kijf. De hele gekke pieken zijn daar ook een beetje uit. Een paar jaar terug was dat... Denk ik, was die markt overtrokken, of niet? In mijn ogen wel. Ja. De 993, weet ik veel, 4S of Turbo, die voor de crisis redelijk te betalen was. Ja. En in de vorige crisis, frap! In no time maar 2,5 ton. Niet normaal. Ja, bizar. Hè? En dat is op een gegeven moment ook weer terug gaan zakken. Turbo S en 993 voor 5,5, 6 ton. Ja. Ja. Ja.
Nou, wat denk ik dat, dat auto's zijn om... Nou, we beginnen bij jouw segment. Ik ga zo ook nog even, want er zijn een hele hoop mensen die kijken, die hebben niet een paar ton aan auto's besteden. Precies. Maar vinden het potentieel wel interessant om ergens in te investeren en hun spaarcentjes wat leuker weg te zetten en daar ook nog een beetje plezier aan te beleven. Dus ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja. in het segment wat jij doet, dus zeg eventjes vanaf die halve ton tot, nou ja, twee, drie ton plus. Ja. Nou, wat een auto is waarvan ik verwacht dat die stabiliseert en of misschien zelfs in waarde wat gaat toenemen, dat is de 997. Ja. En dan meteen met name de type 2. Ja. En als het wat speciale is zoals een Targa, dan helpt dat. Ja. Als het handgeschakeld is, dan helpt dat. Ja. De PDK is natuurlijk briljant. Mm-hmm. Alleen nog een compacte auto rijden, een relatief compacte Porsche rijden, ja. Dan zit je bij de 997 en de 996 zit je gewoon goed. Ja. Het is een atmosferisch blok. Het is hydraulische besturing. Ja. Een beetje de laatste, nou ja, tussen aanhalingstekens analoge sportauto. De meest bekende sportauto die er is, de Porsche 911. En daar dan inderdaad de laatste analoge versie van. Ja, exact. En die krimpt nog om je heen, hij is nog compact. En dan liefst natuurlijk een wat specialere uitvoering. Mm-hmm. Ik heb het idee dat bijvoorbeeld GTS en zo al gewoon echt, nou ja, best wel. Ja, ik moet misschien niet zeggen overpriced zijn, maar die zijn duur, vind ik. Volkomen mee eens. Ja. Hetzelfde beeld heb ik ook. Wat ik overigens een van de lekkerste samenstellingen 997 ooit vind. Sport, ja, weet je, de Sport Classic en dat soort dingen. De Speedster is leuk, maar de GTS is gewoon. Ja. Ik ben het volkomen met je eens. Alleen ik merk wel dat relaties waar ik daarover mee praat. Ik ben op jouw pad. Ik vind ook de GTS vind ik misschien de sweet spot. Ja. In de hele range. Of het nou een 997 is of een 991. Ik vind het zo goed gedaan. Ja. Velen zijn dat met ons eens. Centerlock wieltjes en iets breder. Ja. Lekker hoor. De juiste opties, het Alcantara. Ik vind het altijd lekker. De stiksels die er eigenlijk standaard al op zitten, et cetera. Ja. Maar er is ook wel een grote schare cliëntelen die zegt van joh, onzin. Dat is een auto eigenlijk met Carrera S of eventueel 4S. Die met heel veel opties is uitgevoerd en was het in feite een actiepakket wordt uitgeleverd. Ja. Dus ze zijn ook wel sceptici. Ja. Maar eens, een GTS is absoluut een auto waar je je centjes op kan stuk slaan, denk ik. En waarbij je niet of weinig derving gaat krijgen. Ja. GTS. Tussendoor, hè. Aan deze video vallen we geen rechten te ontlenen. En, geld lenen kost geld en investeren kun je leren. Maar dit is wat wij ervan denken, wat Jeroen ervan denkt, wat ik ervan denk. Ja. Als volgende week alle Porsche voor 50 euro op marktplaats staan, niet bij ons komen klagen alsjeblieft. Top, dankjewel. Ja, heel verstandig. Ja, nee, voor wat je weet heb je de hoe heet dat, de financiële de overheid op je nek. Dat moeten we niet hebben. ik denk dat handgeschakelde turbo's type 2 doen het goed. Ja. GT3's doen het goed. Ja. Ik heb laatst ook een GT3 Clubsport verkocht. Nou, dat wordt dan echt wel zeldzaam. Ja. Overigens, dan gaan we naar 996. Met excuses. Okay, dus Clubsport 996. Ja. Oh, dat was een hele mooie trouwens. Dat heb ik gezien. Nou, daar weet ik mijn partij. Die is alweer weg. Ja, wat woord wilde je gebruiken? Ja, ik glij bijna van de leren stoel. Nee, dat vond ik echt zo fijn. Het was ook een hele fijne samenstelling. Het was echt een goede auto. Dat was echt mooi, hè? Ja, echt heel mooi. Maar ook gewoon, laatst bijvoorbeeld, waar kan ik refereren? De heer die badend in het zweet met de droom van ik kan nooit meer rijden. De nachtmerrie. Oh, ik wil niet in een Tesla. Word wakker. Jeroen, je moet me helpen. Ja. Die heeft gesmeekt of ik de auto aan hem wilde verkopen. Die auto, dat was dus een S. Een 997.1. S, daar waren alle mogelijke problemen aan verholpen. Ja. De 996 soms, de 997.1, daar zijn wat uitdagingen van bekend. Moet je gewoon ondervangen, niks aan de hand. Ja. Is dat ondervangen, niks aan de hand. Ja. Die auto had een hele mooie kleurstelling. Handgeschakeld, hele mooie kleurstelling, prima investering. Ja. Dus dat is de eerste auto waar ik speciale kleur is denk ik sowieso altijd wel. Zeker als je voor Porsche 911 gaat. Dus natuurlijk heel veel geleverd in zwart, grijs en wit. Ja. Dus op het moment dat je een kleur hebt, is dat denk ik sowieso al. Zeker als je bij 996 weet ik dat gewoon zeker. Want daar heb ik natuurlijk lang naar gezocht voordat ik de mijne kocht. De reden dat ik een zwart heb gekocht is eigenlijk omdat ik niet bereid was om 5000 euro meer te betalen omdat die dan toevallig groot zou zijn. Want dat is eigenlijk waar je het prijsverschil waar je het over hebt bij de 996. Ja, precies. Daar ben ik wel mee eens. Al zijn we wel, in Nederland zijn we soms wat calvinistisch met elkaar en vinden we inderdaad zilver, zwart, et cetera, toch het mooiste of het minste. Ja, het zijn misschien makkelijker te verkopen auto's, maar qua waarde
denk ik, wat je nu ziet, is dat als er een kleur op zit, is je automatisch ook al duurder. Ja, eens. Al zijn er wel kleuren, en misschien is het wel goed om het heel kort aan te stippen, die wel lastig zijn. We merken bijvoorbeeld dat, hoe mooi ik het persoonlijk ook vind, gele auto's, ja, dat is lastig. Ja. Gele Porsches, gele Alfa Romeo 4C hebben wij staan. Waanzinnige auto, ja, gewoon iets minder groot publiek, ja, is daarvoor. Ja, dat is misschien te in your face. Dan is rood net nog iets subtieler, of ja, blauw. Of, ja. Ja, geel is natuurlijk wel heel erg... Is heel hoorde je een bruggetje trouwens? Hoorde ik een bruggetje? Ja, ik hoorde hem zelf per ongeluk. Oh. We gingen naar geel, maar ik ging van Porsche naar 4C. Ja. 4C is een auto... Zit zeker... die ook op zijn, ja, zijn laagste punt nu, ja, denk je? Ja, ja, wel de oudere modellen. Okay. Dus de eerdere modellen. Ja. Ik denk de eerdere modellen, zeker de coupé... Die kun je kopen, dat die, gaat goed die komen. Lounge edition die je had, zeg maar. Ja, dat, die Zandvoort edition, ja, die CPH, C, nou, Zandvoort edition. CPZ. Ja, CPZ Zandvoort, ja, waarschijnlijk. Secure Park Zandvoort. Precies. Dat zijn ook auto's, daar kun je echt in investeren, heel erg van genieten. En ik denk niet dat je daar heel veel devaluatie in gaat meemaken. Wel echt een ander type auto. Ja. Dat is wel echt hardcore, jongens. Dan moet je wel een beetje van lijden houden als je, nou, in ieder geval als je... En dan niet de stad, maar van fysiek Leiden. Ja. Als je daar langere stukken mee gaat rijden, dan moet je wel een beetje taai zijn. Ja. Ja. Okay. Dat vind ik een verrassende trouwens. Ja. Laten we nog twee verrassingen pakken. Ik denk precies dat eentje namelijk recht achter je staat. Daar, nou. Dat roept al jaren, dus als je niet naar me geluisterd hebt, luister nou alsjeblieft. Ja. Die dingen zijn al tijdenlang de goedkoopste Audi R8's. Dan heb ik het eventjes over de goedkoopste Audi R8's met handbak en V8. Ze zijn al tijdenlang 50.000 euro. Ze zakken er niet doorheen, tenzij ze echt nou ja, versjonificeerd zijn met moeilijke bumperpakketten en neonverf en weet ik het allemaal. Maar als het een nette auto is, zijn ze al jarenlang niet onder de 50k gekomen en ze kunnen eigenlijk alleen maar gaan stijgen. Is mijn inschatting. Ik ben het volkomen met je eens. Alleen de V8 blokken, daar, die zijn wel, die staan wel bekend om bepaalde problemen, bijvoorbeeld koolstofafzetting. Ja. De V10's die zijn natuurlijk echt wel een stukje rapper, ja, een stukje exclusiever. Ja. Als je dat dan koppelt aan een handgestapelde bak en eventueel ook nog aan een cabrio, daar kun je over twisten. Ja. Ik zelf ben iets meer coupé man, maar goed. Same here, maar iedereen heeft... Dat is een misschien wat we kaal zijn, dan krijg ik koud. Ik weet het niet, ja, ja, ik weet en het vind niet. Met een muts op en een R8 vind ik er niet uit. Dat is zo wat. En een cabrio überhaupt niet. Ja. Okay. Ferrari F430 Scuderia. Ja. Kan je ook kopen. Gaat ook wel goed komen. Om er nog eentje te noemen. Maar mag ik een bruggetje slaan naar misschien het segment auto's wat we ook willen behandelen? Het ja, segment ja, wat... voor de wat goedkopere. Precies. Ja, nee, want dat is zeker... Kijk, dit is natuurlijk eens mooi, hè, want we zitten een beetje te dagdromen. En ik kan zo'n Audi R8 de eerstkomende 10 jaar voorlopig nog niet betalen. Tenminste, daar ga ik vanuit. En als het wel zo is, dan bel ik Jeroen en zeg ik, hey, zoek er een. En dan wil ik toch een V8 trouwens. Eigenlijk alleen maar omdat ik hem mooier vind klinken. En ik denk dan als ik een auto koop van dat geld, nou ja, als er wat probleempjes zijn, dan laat ik die gewoon eventjes verhelpen. Want het zijn geen onoverkomelijke problemen volgens mij. Het zijn gewoon dingen die je preventief aan moet pakken. Klopt. V8, handbak, coupé, dat zou mijn droom R8 zijn. En sowieso is dat een van de auto's die ik heel hoog op mijn moet ik ooit nog hebben lijstje heb staan. Maar dat is natuurlijk dagdromen. Luister. Ik dacht dat het klaar was. We begonnen over, ja, je dacht dat je klaar was. Waar het op neerkomt is dat ik net heb teruggekeken en we hebben inderdaad gewoon 3 kwartier een video. Dit wordt de outro van het eerste deel van de video. Snap je het nog? Nee? Maakt niet uit. Jeroen, bedankt. We hebben het nu gehad over auto's in het hogere segment. Ja, jouw handel, zeg maar. En de volgende video die komt snel online. En daarin gaan we het hebben over wat goedkopere auto's. En dan ga ik jou wat vraagstukken voor je voeten gooien. Wat zou het worden? Ja, hij weet al, want we hebben het er al over gehad. Ik ga hem eerst vragen van, nou, wat gaan we voor 15.000, 20.000 euro doen? En daarna ga ik hem nog vragen wat we voor 5.000 euro gaan doen. De duimschroef wel, nee. De duimschroef wel. En kan je vertellen dat hij die 5.000 euro vrij lastig vond. Dus, wil je weten hoe dat afloopt? Kijken. Die volgende video komt eraan. Hij is al opgenomen. Hij is al klaar, eigenlijk. Maar hij komt dus de volgende keer, want anders wordt deze video veel te lang. Snap je? Oké, later. Ciao. Nerd.